Het directoraat Openbaar Groen en Afvalbeheer, OGA, heeft het afgelopen weekend in het kader van World Clean Up Day of Wereldschoonmaakdag een bewustwordingscampagne gehouden. Verschillende organisaties, waaronder de Jongerenraad van Wanica, hebben in samenwerking met Stichting Sur et Sur ook een schoonmaakactie uitgevoerd. Jaarlijks wordt op 16 september wereldwijd stilgestaan dat de aarde schoongemaakt moet worden. Olke Hielkema, projectcoördinator Sur et Sur, geeft aan dat er op Wereldschoonmaakdag voor het eerst niet op één locatie wordt schoongemaakt, maar dat het landelijk wordt aangepakt. Alle districten zijn vandaag schoonmaakploegen bezig. En hier in de stad zijn ook een aantal plekken. Leonsberg hier, weg naar zee wordt gedaan. Cultuurtuin is een grote groep bezig en er zijn nog een aantal plekken. Op de website van Sur et Sur is meer erover te vinden en ook op hun Facebookpagina. In principe is het van 8 tot 12 dat groepen door Suriname bezig zijn. Ik moet eventjes kijken, ik ben hier met nog één andere persoon gaan wat langer blijven. Dus we moeten eventjes kijken wanneer we moe genoeg zijn. Mensen, maak alsjeblieft geen troep. Want ik ruim Suriname graag op, maar alleen omdat het vies is. Veel liever ruim ik niet op, omdat er gewoon niks op te ruimen valt. Hielkema legt uit hoe vaak deze activiteit in verband met Wereldschoonmaakdag is gehouden in Suriname. Ja, er wordt hier sinds, ik geloof 2017, wordt al World Cleanup Dag georganiseerd door Sur et Sur. En eigenlijk vanaf het begin dat ik al meehelp met die schoonmaakacties. Dus hier bij Stijgen van Leonsberg heb ik ook al een aantal keer geholpen. Ook met mijn eigen vrijwilligersgroep Green and Clean Crew Suriname. Dus, ik ben hier vandaag weer. Dat is ook een groep van Fernandes Botling die hier geholpen heeft. En ik ben hier nu nog verder om te kijken tot hoever ik kan komen om het schoon te maken vandaag. Je bent er eigenlijk nooit klaar mee, want elke vloed die je hebt, dan krijg je weer helaas nieuwe troep die aanspoelt. En mensen die hier op de steiger komen verpozen, die gooien ook heel vaak troep weg. Dan zie je hier allerlei vers weggegooide blikjes, cups, flessen en dat soort troep. Dus het is nooit klaar. Als mensen zouden stoppen om troep te maken, dan gaat het eindelijk een keertje klaar zijn. De organisaties hopen dat de samenleving rekening houdt met het feit dat de aarde zich opwarmt en dat zij op hun eigen manier moeten proberen hun omgeving en ook Suriname schoon te houden. Dat moet niet alleen op Wereldschoonmaakdag.